Dat is hem. Het is toch wel een hele bijzondere. Het licht is hier niet ideaal. Het is een stevig stuk brons van bijna 30 gram. En er staan twee vogels op. Met hun snavels naar elkaar toegekeerd. Staartjes ook naar elkaar toe. En hun pootjes aan weerszijden. Hele bijzondere vondst. Ik denk misschien zelfs wel van internationaal belang. De interesse op wieringen in het vikingverleden is groot. Gisteravond kwamen de wieringers hun eigen vondst te laten zien aan deskundigen. Ja, de uiteentjes zijn een beetje kort geworden. Ja, daar zat een hoop moois tussen, maar het vikinggewicht met de twee raven doet de harten sneller kloppen. Ja, dit was echt een moment dat wij bijna van de stoel afgingen, zo van enthousiasme. Dus ja, geweldig. De vikingvondst komt uit de 9e of 10e eeuw en werd gebruikt bij betalingen. Je moet het eigenlijk zien als je had een weegschaal nodig. En ze wisten gewoon van die gewichtjes dat een bepaald gewicht had. En daar moest zoveel zilver in het andere schaaltje komen te liggen. Dus die aan de ene kant en het zilver aan de andere kant. En voilà. Maar dan nog even terug naar het begin. Er stonden twee vogels op. Maar wat maakt dat nou helemaal viking? Ik interpreteer dit als de twee raven die de metgezellen zijn van Wodan. En die heb ik nog nooit afgebeeld gezien op een gewicht.